Hallo iedereen, ik ben Sarah Nijrenk. Ik ben 15 jaar oud. Ik zit in Brugge op school. Ik woon in Brugge. Ik ben een paardrijdster. Ik zing veel en ik babysit ook veel. Dus als je babysit nodig hebt, mag je mij altijd vragen. Vooral West-Vlaanderen. En sinds september ben ik eigenlijk de Knikjesstraat gestart. Ik weet niet of dat jullie er al van hebben gehoord. Waarschijnlijk wel, want het gaat zodanig veel rond dat we zelf niet meer mee zijn. Maar ja, als jullie er nog niet van hebben gehoord, hier is het dan. Het is eigenlijk een project dat ik ben gestart omdat ik vind dat mensen op straat veel te sober lopen en veel te veel op zichzelf. En nou, ik knik altijd naar de mensen die ik tegenkom op straat. En als ik ze ken, ga ik rapper goeiedag zeggen. Maar ik vind het eigenlijk jammer dat ik dat heel weinig terugkrijg. En ik vind dat gewoon een normale vorm van beleefdheid. Dat je gewoon een keer knikt naar de mensen. Dat kost niet heel veel moeite. En daarvoor heb ik dus bordjes laten maken bij flyer.be. We hebben ook 5000 gratis drugs gekregen. Dus dank u wel hiervoor, want we hebben ze zeker nodig. Voor die bordjes vragen wij eigenlijk 2 euro. Die 2 euro gaat naar een goed doel, hier ook in Brugge. Een goed doel is VZW Binnenstad. Dat is voor jongeren van 0 tot en met 18 jaar. Zij vangen die jongeren eigenlijk op. En dat zijn vooral jongeren die in een slechte leefsituatie zitten, in een slecht gezin zitten. Zij zorgen daarvoor. Ze werken met pleeggezinnen. Zij hebben daar heel veel verblijven voor die kindjes. Zij hebben daar een super speelplein waar ze op kunnen. Ze worden daar heel goed behandeld. Ik heb eigenlijk voor dat goede doel gekozen omdat ik zelf in een goede leefsituatie zit en ik vind dat elk kind dat wel verdient. De totale opbrengst van ons goed doel gaat eigenlijk van ons project, allee, van mijn project, gaat eigenlijk naar Binnenstad. Wij hebben die actie ook ingeschreven voor de warmste week. We hebben ook stickers laten maken van de Kijkstraat en ook bij flyer.be. We zijn Flyer hier heel dankbaar voor, want deze hadden wij eigenlijk wel allemaal heel hard nodig. Ik hoop dat jullie allemaal, nadat jullie dit hebben gehoord, zeker een bordje kopen. Het kost niet veel en het is voor een goed doel dat jullie het doen. Het is voor de vriendelijkheid op de wereld en voor Binnenstad. Een bordje kopen kan eigenlijk door een mailtje te sturen naar het e-mailadres Zara Knikt aan elkaar. Dus mijn naam schrijf je Zara. En dan knikt, zoals je het hoort, lijkt normaal. @gmail.com. En daarin mogen jullie jullie adres sturen en jullie naam. Wij zullen de kaartjes, de bordjes opsturen. Dat is ook met gratis verzending door B-post. Wij geven jullie dan ook het rekeningnummer waarop dat jullie de 2 euro of als jullie meer bordjes vragen, het bedrag kunnen storten. En daarmee sturen jullie eigenlijk ons en het goede doel. Dus wij hopen zeker dat jullie daar allemaal aan meedoen. En dank u wel.